Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen het goed zien op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag. De bewolking overheerst en onder het wolkendek komt ook nog eens nevel, mist of zelfs dichte mist voor. Vanavond gaat de dichte mist zich weer verder uitbreiden en ook komende nacht is het soms een kleine wereld met weinig zicht. In het noordoosten kan het afkoelen tot lokaal 3 graden, in de rest van het land liggen de minima tussen de 6 en 9 graden. En de mist, zoals gezegd, gaat zich uitbreiden en wordt nog wat dikker. Morgen overdag kan het op sommige plaatsen de hele dag mistig blijven. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 6, maar op de meeste plaatsen gaat het zicht wel wat verbeteren en wordt het 8 tot 10 graden. Lokaal valt uit het wolkendek een enkel spakje regen. In het weekend is het overwegend droog bij 8 tot 10 graden. En dankzij een aantrekkende zuidwestenwind neemt de kans op mist af. Maandag op eerste kerstdag is het een graad of 9 met soms wat regen en nog steeds een vrij stevige zuidwestenwind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl